Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de United Pokémon Association European Draft League. Vandaag is het Nando tegen Frank. Nando heeft meegenomen Galarian Dominaten, Arcanine, Milotic, Togekiss, Nidoking en Terrakion. Frank heeft meegenomen Ferrothorn, Garchomp, Keldeo, Florges, Alakazam en Nihilego. We zien hier in het begin met Garchomp en Arcanine. Dit betekent direct een wissel naar Togekiss, die Frank goed heeft voorspeld met de Iron Head. Nando wisselt naar zijn Milotic. Triggert weer de burn, dus weer de standaard Marvel skill set. En dit betekent dat Frank naar zijn Ferrothorn gaat, die alles kan tekenen wat maar een Milotic wil gaan doen. Nando blijft spammen met Scalds in de hoop dat hij de burn krijgt, maar tot dusver is dat hem nog niet gelukt. Als je hem delete ziet. Dus één Gyro Ball of in dit geval een Power Whip kan er al redelijk veel damage doen. Maar Frank zet gewoon even de Stealth Rocks nog op. En hier zien wij de Rough Skin. Maar geen Rocky Helmet in dit geval. Frank gaat na zijn Earthquake verwachten Milotic die doodgaat door Burn. Marvel Skill burnt Milotic is een goede set, maar je moet hem altijd wel boven de 50% houden. Doe je dat niet, ja, dan is de kans heel groot dat hij doodgaat. Hier zien we een Swords Dance Terrakion. Die redelijk veel werk kan verrichten. Maar ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat hij of een Rock Move had gedaan. Ik weet niet of hij Iron Head krijgt, maar oké, Earthquake. Zien we de Keldeo. Terrakion is sneller dan de Keldeo. Dit kan betekenen dat dit een Jolly Terrakion is, want dan moet je outspeed een Keldeo en Terrakion 90% van de keren. Zien we de Earth Power, kilt de Ferrothorn, zien de Garchomp. Dit laat of zien dat hij Scarf is, of Tragen. Gaan naar de Alakazam, zien de Dazzling Gleam, wat op zich redelijk veel damage doet tegen Alakazam, maar ja, Alakazam is sneller. Kilt de Togekiss. Zien we de Arcanine, zien wij hier de Extreme Speed? Nee, we zien hier gewoon een kill door Psychic. Nee. Hebben we Darmanitan met de U-turn. Gaan we naar de Nidoking. Die waarschijnlijk afmaakt met een Ice Beam. Nee, blijkbaar was het toch geen Scarf Nidoking. Maar ja, je ziet wel Darmanitan die het waarschijnlijk afmaakt met de Earthquake. Gaan we direct door naar de volgende ronde. Nou, in dit geval is het team weer flink aangepast. Frank heeft meegenomen Ferrothorn, Garchomp, Keldeo, Florges, Alakazam en dit keer Rotom Heat. En Nando heeft meegenomen Galarian, Dominaten, Ninetales, Suicune, Togekiss, Obstagoon en Terrakion. Begint dit keer met Obstagoon tegenover de Garchomp. En had eerlijk gezegd de Obstruct verwacht, maar krijgt een knock-off. Dus dit betekent dat Florges minder sterk zal zijn. Zie je dit keer geen façade, wat waarschijnlijk wel genoeg damage had gedaan tegenover de Florges. Dus in dit geval snap ik de wissel niet heel goed. Want Obstagoon is niet echt bulky. Blijkbaar kon het wel goed een Iron Head teken. En Obstruct verlaagt de defense en ik weet niet wie sneller is. Dus hij gaat direct maar wisselen. Zien de Parting Shot. Ik ben heel benieuwd, Nando, als je dit kijkt. What the fuck was jouw set? Zien de Rockslide van de Galarian remmen Darmanitan. Kan Fire Moves hebben, dus ik snap eerlijk gezegd niet de keuze om naar Flare Blitz te gaan of Earthquake. Want beide hadden redelijk wat damage kunnen doen. Zien de Heatwave, maar ja, Garchomp, Dragon and Ground. Doen dus heel veel. En ik ben nu bang dat door de volgende Iron Head met Burn Damage dit genoeg is om Obstagoon te killen. Die eigenlijk niks heeft gedaan in deze hele match. Zien het ook eens met de Tri-Attack. Hele goede prep van Nando in dit geval. Maar ja, Thunderbolt killed. Dan schenk ik een Scarf. Nee, Leftovers. Dus hij outspeed gewoon een Torkis normaliter. Zien de Rockslide van de Galarian Darmanitan. Crit maakt geen ruk uit. Dan gaan we naar de Suicune. Dan zien we de Earthquake. Doet 39% met Leftovers. Dus 2 hits is genoeg om te killen. Maar Frank gaat naar Ferrothorn. Die de Ice Beam al zag aankomen. Nando gaat naar Ninetales en nu zijn defogger weg is. Ik weet vrijwel zeker dat Suicune geen defogger had. Moet hij nu flink wat damage gaan tekenen op zijn Ninetales en zijn Galarian Darmanitan. Eigenlijk de paar mons die zijn team nu door de battle heen moeten gaan brengen.
Want Terrakion kan niet zo heel veel doen, zolang Ferrothorn nog op veld is samen met Garchomp. Garchomp is sneller, kilt de Suicune. Zien het Terrakion. Maar ja, Earthquake. Het enige wat Frank hoeft te doen is gewoon Earthquake spam. En sweept door het team heen. Dus we kunnen direct door naar de volgende ronde. In de volgende ronde heeft Nando meegenomen Glareon, Dominaten, Arcanine, Milotic, Togekiss, Nidoking en Terrakion. En heeft Frank hetzelfde team als net. Dus de Ferrothorn, de Garchomp, de Keldeo, de Floortjes, de Alakazam en de Rotom Heat. Nando begint dit keer met Togekiss, terwijl Frank begint met zijn Ferrothorn. Ash-Slash is op zich een goede keuze in dit geval. Maar Nando, je wist, die Rotom Heat outspeed jou, dus waarom blijf jij in de gein in de Nidoking? Want de Thunderbolt, je bent niet sneller, dus dit is gewoon zonde geweest van de mon. Wanneer was volgens mij gewoon Scarf, dat blijven spammen van Thunderbolt. Hij had eens goed kunnen fold switchen, dus dat is waarschijnlijk Scarf geweest. Nando zet zijn Stealth Rocks op, maar verwachtte niet de Gyro Ball van de Ferrothorn. Ferrothorn gaat nu wisselen, gaat naar Garchomp. Krijgt een Flare Blitz, maar ja, is resisted met Rough Skin en Recoil. Dat doet redelijk wat damage. Zien de Earthquake, 35% met Burn, nou. Komt hij doorheen, dus Frank gaat naar zijn Ferrothorn. Krijgt de Ice Beam, krijgt de Freeze, wat in dit geval heel goed is. Dus als Nando slim is, gaat hij naar zijn Arcanine. En meteen de eerste beurt uit de Freeze. Ik kan heel goed begrijpen dat Nando dit heel erg kut vindt. Frank zet even nog zijn Stealth Box op. Krijgt de Earth Power van Nidoking op zich. Maar de Nidoking is niet sneller, dus waarschijnlijk is deze ook weer niet Scarf. En we weten ook donders goed dat deze... Deze Arcanine heeft een keer Extreme Speed meegenomen. Handig. Dus de Alakazam is neer. En dit keer gaat Nando weer naar zijn Milotic. Krijgt een Earthquake, 27%. In dit geval was dat een flinke high roll. Maar normaal had dat niet zo heel veel moeten doen. Zien de Scald, zien de Burn, dus een Power Whip doet stukken minder. Maar ja, is de knock-off, dus ja, het is voornamelijk nu wachten op de Lead Seed. Of in dit geval gewoon eigenlijk wachten om de stal een beetje door te komen. Maar ja, Nando breekt de stal. Gaat naar zijn Arcanine. De Rocky Helmet worden vanaf gehaald, dus dit was een Defensive Arcanine. Heeft hij Morning Sun? Dat is een hele goede vraag in dit geval. Blijkbaar niet. Want normaliter, als je een Defensive Arcanine hebt, dan heb je Morning Sun. Extreme Speed, Morning Sun, Flare Blitz en dan een move afhankelijk van waar je tegen moet. Dus of een Wild Charge, of een Special Move, of soms nog een Hidden Power. Of een ik weet niet of hij Drill Run nog steeds. Nee, Drill Run of Earthquake. Een van de twee krijgt hij. Maar ja, nu zien wij de stall at work. En ik ga er gewoon even heel snel doorheen. Ga naar zijn Darmanitan. Krijgt een Gyro Ball op zijn kop. En dit duurt even kort. Frank gaat door. En Nando gaat naar de Losers Bracket. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.